Dag kijkers, welkom opnieuw in ons filmcafé van op het filmfestival in Oostende. We naderen stilaan het einde van het festival en dan wordt het tijd om ook eens terug te blikken naar een aantal competities die eigenlijk nog volop bezig zijn. Want een festival reikt uiteraard ook prijzen uit. Er zijn zaterdagavond de Ensors voor de Vlaamse film. Maar het filmfestival van Oostende zet ook al enkele jaren in op een lookcompetitie waarbij letterlijk de mooiste film wordt gekozen. En er is ook de competitie Taste of Europe, een reeks films die in eigen land zeer succesvol zijn, maar die moeilijk buiten de eigen landsgrenzen vertoond worden. En daar wil Oostende iets aan doen. Bij mij vandaag de voorzitters van die twee competities, Marijke Pinois als voorzitter van de lookcompetitie en Christophe Hoornaert voor Taste of Europe. Welkom, twee West-Vlamingen. Ja. Eindelijk. hoe is het met jullie festival? Goed. Maar, ja? Ja, goed. Ik, ja, vind, een eigen stad voor jou is fijn natuurlijk. Ja, het is vooral interessant, allee, zeker in mijn competitie dan, waar ik juryvoorzitter van ben, om samen met, want het is een publiek jury, ja, om samen met die mensen te discussiëren over de films. Ja. Dus dat is wel heel erg boeiend. Ja, en jij bent ook voorzitter van een professionele jury. De lookcompetitie, jullie kijken eigenlijk op een andere manier naar film, hè? Leg eens uit. Ja, voor eerst, wij zijn een jury van 5 vrouwen. Dus ik vind dat ook wel iets bijzonders. Ja. Ja. En waarom? Ik weet niet of dat wij op een andere manier kijken. Ik vind dat eigenlijk al altijd, dat ik kijk op een manier dat alle dingen met alle dingen verbindt. Ja. Maar die lookcompetitie gaat over beeldvoering, decor, kostumering. Ja. Dat zijn heel belangrijke dingen in een film. Het is maar als het niet goed zit dat je het ziet natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is zo, al die onzichtbare dingen in film die juist heel, heel belangrijk zijn, vind ik. Want ik heb bijvoorbeeld Engel als openingsfilm gezien. Mm-hmm. En Nicolas Karakatsanis, die als DOP. Ja. Dat is een fantastische kijker, vind ik. En die verplicht u echt om in Engel zo dicht op de huid van die personages te zitten als publiek, dat je een totaal andere belevenis krijgt van wat een andere DOP bijvoorbeeld niet zou kiezen om zo dicht op die huid te gaan zitten. Dat is wel een essentieel verschil, hoe je dat verhaal vertelt. Ja. Nu, Christophe, jij werkt natuurlijk met een publieksjury, dat betekent dat het misschien mensen zijn die met een minder professioneel oog naar films kijken, maar films worden wel gemaakt voor het publiek, dus misschien zijn zij dan wel de beste. Ja, ik ben eigenlijk gewend, ook als regisseur, om altijd geconfronteerd te worden met kenners uit het vak, om hun professionele mening te horen. Maar nu is het wel heel interessant om de films te beleven met een compleet onbevooroordeeld publiek, die eigenlijk weinig van, of bijna niks van film afweten. Ja. En de eerste indruk is wel heel belangrijk van wat doet de film, raakt die jou, werkt die niet. Het is natuurlijk een heel breed gamma, hè, want die films zijn ook andere genres, andere landen, andere talen, andere stijlen. Ja. Kan je dat op een of andere manier vergelijken? Ja, wel, het is een beetje mijn taak als juryvoorzitter om die mensen eigenlijk een beetje te duiden op van let op de regiekeuzes misschien, is het op camerawerk eventueel. En ook, daar kan er dan over gediscussieerd worden. Ja, okay. Dus ik leer ze eigenlijk een beetje bewust te worden van de filmtaal. En leer je daar dan zelf iets uit als filmmaker? Want je hebt nu net dit voorjaar ook jouw eigen eerste langspeelfilm uit, Resurrection. Die is zeer goed onthaald. Ja. Een werk van lange adem, maar mensen, op het moment dat je het naar het publiek brengt, moet je het loslaten en dan... Ja, ik heb mijn film al lang losgelaten, dus... dus nee, maar... wat leer je eruit? Als filmregisseur heb je zelfde contact met je publiek, toch? Wel, ja, ik ga regelmatig van naar Q&A's bij de film. En mensen stellen vragen en het is wel interessant om te weten hoe dat de film overkomt en wat dat de vragen zijn. Ja. Wat dat er allemaal gebeurt en zo. En het zijn ook wel vaak dezelfde vragen die terugkomen. Ja, dat is wel interessant. Ja. Maar nu zeker voor de Taste of Europe competitie heb ik vooral geleerd ook dat er ook heel tegenstrijdige meningen kunnen zijn. Mm-hmm. Dus de een vindt iets fantastisch en de ander dan weer niet. En ja, waarom? Maar ik denk dat je daarom toch ook een film maakt. Je hebt je eigen idee, dan geef je dat af en maak je dat samen met de acteurs en met iedereen, alles er rond. En dan geef je dat aan een publiek en dan
leidt dat zo heel veel levens. Dat vind ik nu net interessant aan. Ja, ik vind dat ook. En het is zeker interessant om jouw publiek te leren kennen. Hè? Ja. Van hoe kijken mensen naar film? Hoe kijken mensen naar film? Jullie mogen geen fragment kiezen vandaag, wat andere gasten hier in het filmcafé wel mogen, anders zijn jullie bevooroordeeld. Maar we hebben zelf gekozen om een stukje te laten zien uit de Blaklandsman, dat is de nieuwste van Spike Lee. En dat was ook de openingsfilm van de Look-competitie. Even kijken. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God. Last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews. Mexicans and Irish. Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. Yeah. De Ku Klux Klan opnieuw in een film. Even checken ook wat de prijzen zijn, want uiteindelijk voor de mensen die de films maken, is zo'n competitie belangrijk. Ja, dat is zeer belangrijk, omdat dit doordat dit op een andere manier wordt bekeken, krijg je ook aandacht voor die specifieke belangrijke onderdelen van een film maken. En dat helpt die mensen ook letterlijk verder om nieuwe engagementen aan te gaan. Ja. Sowieso vind ik dat altijd belangrijk. Want daarom vind ik in Oostende het ook heel belangrijk dat er zoveel jonge regisseurs zijn. En kortfilms. Ik ben ook al eens voorzitter geweest van de kortfilms. En ik had zoiets, dit is gewoon fantastisch dat dit hier ook een plateau krijgt. Theater aan Zee, hier ook voor theater is dat hetzelfde. Ja. Ik was ook ooit curator. En dat is hetzelfde, die twee gaan hand in hand. En dat zijn de nieuwe, dat is de nieuwe lichting. En ik vind dat bijzonder aan Oostende en het filmfestival. Dat ze dit soort, ja, dat ze dat toch een beetje apart indelen. En een klein beetje meer aandachtspunt geven. Een extra plekje geven. Ja. Jullie mogen vanavond of morgenavond jullie prijzen uitreiken, dacht ik. Bedankt alvast om tot hier te komen. Ik wens jullie nog een fijn slot van het festival. Marijke Pinoy en Christophe Hoornaert. Het filmfestival, dames en heren, hier in Oostende loopt er nog 2 dagen, dus je kan nog wel een en ander ontdekken hier. We geven jullie als afsluiter nog een tip mee. Een film die hier morgen te zien is, Frère Ennemi, met publiekslieveling Matthias Schoenaerts in de hoofdrol. En die zakt uiteraard ook naar Oostende. Terug af om zijn film voor te stellen. Dus als u hem hier nog eens in levende lijven wil zien, dan heeft u daar morgen de kans toe. Wij zijn er morgen ook nog een laatste keer en we gaan eruit met het fragment van Frère Ennemi. Tot morgen. Vous la connaissez cette bande? C'est pas une bande. Il y a quand même des mecs qui bossent ensemble. Ouais, ils montent des coups. Ils vont là où il y a du fric, braco, shit, coke. Ils ont bien compris le monde dans lequel on vit. Démarre! Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? Tout va, personne. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. Tout le monde qui parle de toi, là. Dis que c'est toi qui as fait Imran. Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs. On était amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Ils veulent m'avoir aussi. Dis-moi ce que t'attends de moi, je le fais. Tu continues le deal avec les Reyes. Tu dis la carte et je les arrête. Et toi, tu me donnes le nom des tireurs. Ah, t'aimes ça jouer avec les gens, hein?